Get up in the city. Foto's nemen in of van de natuur, ja, dat is niet zo simpel, denk ik. Vooral als dat van dieren is die echt niet blijven stilzitten. Toch is Arne Moons daarin geslaagd en eigenlijk wel meer dan geslaagd. Want hij maakte foto's van eekhoorntjes waarop het lijkt dat het beestje zo nootjes aan het winkelen is. En echt super cute, want we kunnen dan zien op die foto dat het eekhoorntje op de winkelkar zit en precies zo aan het shoppen is in de supermarkt of zo. En dan aan het eten is van die pindanootjes. Maar dat is echt mega, mega cute. En de fotograaf Arne Moons heb ik dus nu aan de lijn. Goedemorgen, Arne. Goedemorgen, Leen. Hey, ja, zeg, wat een super cute foto's. Dankjewel. Ja, echt, hoe ben je erin geslaagd om zo'n foto te nemen? Ja, een winkelkarretje plaatsen en dan afwachten totdat de eekhoorntjes komen. Ik heb een maandje moeten wachten totdat die eekhoorntjes kwamen eten. Het begon eigenlijk allemaal met koolmezen en pimpelmezen en daarna kwamen de eekhoorntjes. Oké, dus een maand heb je geduld moeten hebben. Hoe marcheert dat dan? Zit je er dan de hele tijd bij in een tent? Slaap je daar dan? Of hoe moet ik dat zien? Slapen niet en ik blijf daar ook niet. Ik heb twee wildcamera's ophangen en ja, die zenden dan de beelden door naar mijn sms. Dus. Oké, dus als er dan die camera's, die zijn dan de hele tijd aan het filmen of die nemen de hele tijd foto's of hoe? Als er beweging is, dan wordt dat dier gedetecteerd. Ah ja, oké. Als er beweging is, dan starten die met foto's nemen zo. Ja, klopt. Alright. Zeg, dus ja, dat duurt heel lang dus om zo de perfecte foto te nemen. Maar het is nu wel gelukt, merkte ik. Want die foto's die gaan echt. Ja, iedereen heeft ze al gezien bijna, denk ik. Ze gaan echt wild. Hoe is hoe voelt dat voor jou om zo jouw foto's overal ineens te zien? Oh, dat voelt wel goed. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Zeg, en jij hebt nu die foto's van die eekhoorntjes. Zou ook cool zijn natuurlijk, hè? Die eekhoorntjes. En je hebt ook heel wat foto's van vogeltjes. Maar heb je zo nog dieren op je bucketlist staan? Zeg maar droomdieren die je op foto wil hebben. Mijn droomdieren, dat zijn de grootste vijf. Oké, de Big Five. Ja. Okay, die wil je allemaal hebben. Oké, dan moet je wel, denk ik, naar ergens anders gaan dan onze Belgische bossen, denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ah wel, maar Arne, ik wens je daar heel veel succes voor om die grootste vijf ook te fotograferen. En ik zou zeggen, als dat gelukt is, dan moet je maar eens langskomen, oké? Ja, dat zal ik doen. Ah wel, Arne, super veel succes nog en merci dat we eventjes mochten bellen, hè. Salut. Graag gedaan.